Er zijn nog altijd rond de 70 landen wereldwijd waar homoseksualiteit wettelijk vervolgd wordt, waar het dus verboden is. Dus dan is het heel goed denkbaar dat mensen uit die landen naar Nederland komen waar relatief veel vrijheid bestaat voor LHBTI'ers. Ik ben Matthijs, hoor- en beslismedewerker bij de IND. En sinds een paar maanden word ik opgeleid tot coördinator van LHBTI en bekeringszaken. Daar hebben we een aantal van landelijk en op elke locatie ook één. En waar het dan om gaat is dat dit soort zaken waar mensen zich verkeerd hebben of waar ze vanwege geaardheid of identiteit naar Nederland vluchten, dat dat soort zaken een heel eigen manier, van beoordelen hebben, wat nogal ingewikkeld kan zijn. Dus vandaar dat daar ook extra op is ingezet om dat goed te begeleiden. Voor mij is, komt dat ook weer mooi samen omdat ik ook theoloog ben. Dus eigenlijk al die dingen, mijn geaardheid en mijn theoloog zijn, dat komt allemaal ook samen in dit werk. Ik hoor van veel kanten, hoe toets je een bekering nou eigenlijk? Want dat is natuurlijk zoiets persoonlijks. Hoe kom je nou achter dat dat geloofwaardig is? Dat iemand zich bekeerd heeft? Nou, dat doet de IND door te kijken naar het authentieke verhaal van de asielzoeker. Dus het persoonlijke verhaal. We hebben niet dat we van tevoren al weet van dit willen we per se horen. We kijken waar komt iemand mee en daar gaan we dan vragen op stellen. We zoeken heel erg naar een diep gewortelde innerlijke overtuiging. Dat houdt in dat iemand een duidelijk motief heeft vanuit zijn verhaal waarom diegene bekeerd is. En dat is niet alleen maar oppervlakkig, maar dat gaat echt eventjes een laagje dieper. Als iemand zegt gevlucht zijn vanuit het land van herkomst vanwege dat diegene LHBTI is, dan kijken we echt naar het persoonlijke verhaal van diegene. We proberen zo weinig mogelijk met westerse bril te kijken naar hoe diegene uit de kast is gekomen, wel of niet, of hoe diegene een soort innerlijk proces heeft doorgemaakt. Dat mogen we niet in alle gevallen verwachten van iemand. Dan kijken we altijd naar wat zegt iemand zelf. En daarop gaan we dan toetsen of het geloofwaardig is. Het is een hele zware verantwoordelijkheid. Je beslist toch of iemand asiel kan krijgen in dit land. En anders zijn de gevolgen vaak groot. Wat verder lastig kan zijn is dat mensen hier in Nederland gehoord worden, geïnterviewd. En als het LHBTI'ers zijn, dan kan dat heel erg persoonlijk worden. En zelf denk ik me wel eens in, als ik zelf zou vluchten naar een ander land. En ik zou daar mijn hele verhaal en mijn diepste zielsroerselen eigenlijk moeten blootleggen. Dat zou ik best heel erg moeilijk vinden.